projecten lang duren. Lange adem moet je hebben tegenwoordig in de politiek ook, hè? In de politiek ook. Maar ik vind wel dat projecten soms te lang duren. Ook hier heeft het ook lang geduurd door de inspraak die er was en door de bezwaren en het beroep wat is aangetekend. En daar is in de afgelopen tijd wel wat aan veranderd als je kijkt naar de ruimtelijke ordening, maar wat mij betreft nog wel iets te weinig. Want het is gewoon heel jammer dat je zo'n lange doorlooptijd hebt. Ik kan me ook heel goed voorstellen voor mensen die eigenlijk hier graag willen komen, dat het heel jammer is dat het zo lang duurt. Wat mij betreft moet het allemaal wat korter kunnen. Goed zo. Mag ik dan Hare Excellentie vragen om het podium hier te betreden? Want dat is op niveau, het hoort. De functie indachtig. Jawel, ja nee, die ga ik er voor u opzetten. Uw dienaar staat gereed. Ja, neem vast een slokje water. Ik vond het een goed voorstel eigenlijk van u om even naar buiten te gaan. Want we zijn allemaal wel een beetje warm geworden daar onder het glas. Dus het is best fijn om even naar buiten te lopen. En ik wil ook willen zien hoe de vlag hier keurig wordt gehezen. Er zijn allemaal regels voor. Dus ik ga kijken of u die regels ook goed kunt hanteren. Ik heb nog een kleine tip, want meneer Mandro hoeft de vlag op zich niet te strijken. Maar dan moet hij van onderaf aangelicht zijn. Dan mag de vlag dag en nacht blijven hangen. Als hij maar van onderaf... Het is altijd zo dat het publiek gaat altijd ver weg staan. Dus ik kan u niet helemaal aan het eind zien. Maar ik ben wel extra even op het podium gaan staan. Dat nog iets meer mensen mij kunnen zien. En ik ben blij om hier te zijn. Omdat ze eigenlijk al gedacht hadden om het wat eerder te openen. Henny, dit prachtige complex. En het is iets later geworden. Maar het is toch fijn dat we hier vandaag staan. Het zijn ook drukke dagen voor mij in deze tijd. Ik ben hier als staatssecretaris, maar af en toe zet ik die pet weer af. En dan treed ik nu als politicus op. Dus in die zin vind ik de kleurstelling, dat is de enige grap die ik erover maak. Maar de kleurstelling van de ballonnen, die vind ik echt optimaal gekozen vandaag. Ik kan me er niet in verdiend, ik heb er ook niks over gezegd, maar ik ben er erg tevreden over. Ik kon realiseren. U heeft er net wat over gehoord en gezien ook, hoe dat uitgewerkt is aan zo'n tafel. Ik geloof er wel in. Ik weet ook hoe belangrijk dat is dat je vertrouwd kan blijven voelen in je eigen omgeving. Ik ben voor mijn werk, zoals u weet, veel in Den Haag. De laatste tijd wat meer door het hele land, maar normaal niet weer gewoon in Den Haag, op het departement van Binnenlandse Zaken. En dan vind ik het altijd plezierig als ik weer terugkom naar huis. Ik ga straks naar huis, ik woon in Goor. Naar je eigen vertrouwde, veilige, aangename omgeving die je hebt ingericht zoals je zelf wilt. En mijn kinderen die zouden hier in die zin ook niet weg willen uit Twente. En ik kan me ook goed voorstellen dat voor u als bewoners een heel belangrijk is dat je hier op je eigen plek, in je eigen gemeente, in je eigen woonkern kon blijven wonen. En wat ik zo leuk vind aan dit project, daarom was ik van het begin af aan blij dat de bibliotheek er ook aan mee wil doen. René is directeur van de bibliotheek in de Hof van Twente. Die heeft inderdaad een ervaring met het project wat we in Goor bij het gemeentehuis samen hebben gedaan. Ik ben benieuwd hoe het hier uitziet, of het weer anders zou uitzien. Ik heb het niet gekeken. Maar dat element van jong en oud met elkaar verbinden, alle generaties. In die zin was ik een beetje teleurgesteld in het feit dat het net niet kon. In het parochiehuis, wat daar verteld werd, van de combinatie van het jongerencentrum en ook de ouderen die daar zitten. Want het is heel mooi als jong en oud elkaar kunnen blijven zien. En dat vond ik ook meteen van het begin af aan mooi van dit project. Dat het hier allemaal beschikbaar is en bij elkaar gebracht, georganiseerd. Appartementen, het leescafé, het restaurant, ook de medewerkers van de Bentstichting. Ik vind het geweldig dat dat kan. En ik weet zelf ook uit mijn eigen ervaring hoe dat anders kan zijn op sommige plekken. U weet dat misschien niet, maar ik ben een grijs verleden afgestudeerd op een onderzoek toen ik nog hier op de TH studeerde naar woonbehoeften van zelfstandig wonende ouderen hier in de omgeving in Twente. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. En mensen willen het liefst eigenlijk hun eigen zelfstandigheid op zo lang mogelijk behouden. En als je dat dan kan faciliteren, dan is dat heel mooi dat lukt en dat dat ook op zo'n fraaie manier er staat. Gisteren was ik in Assen. En daar waren veel vragen juist naar dit type projecten, die niet overal zo vanzelfsprekend van de grond komen. Dat mag ook wel eens gezegd, omdat we ze hier verrichten. We konden altijd goed samenwerken in het verleden, dus ik ga ervan uit dat het nu ook nog wel kan. Dus gefeliciteerd zou ik willen zeggen. Het is uiteindelijk prettig dat u hier fijn kunt wonen.
plezierig in de gemeente Hof van Twente, want dat doe ik ook. Nou, en ik kom nog wel eens kijken hier bij de bibliotheek. Ik neem aan dat ik gewoon als lid van de bibliotheek hier ook mijn boeken kan komen nemen. Dus gefeliciteerd allemaal en wij gaan nu naar het stichtelijke openingsmoment. Luister en huiver. Het moment is laat. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat dit open geopend gaat. Kijk eens, ja. Het is even zoeken. Zeg, kom maar dichterbij nu allemaal. Als het misgaat, is die iemand van de krant? Want dit zijn de mooie momenten. Als het goed is, kan hij als de deur openklappen straks. Als het goed is. En wij zeggen allemaal... Excellentie, wat zegt excellentie dan altijd? Hiermee is het gebouw, de Stadshagen, geopend. En kijk, dus de groene kleur is ook nog gebleven. Geweldig, hè? Ik dacht, het gaat vast de lucht in. Het is meer geworden. Maar ook zoals bewegen in de omgeving. Dat er heel veel inwoners van deelden, maar ook uit de hele omgeving van Twente. Gewoon hier eens een kijkje komen. We hebben allemaal heel erg gefeliciteerd. Nu ga ik nog even wat uitleggen over... Wacht even, Jan. Ja, want even voor de duidelijkheid, de kunstenaar die woest verstek laten gaan, geloof ik. Die is de kunstenaar aanwezig, niet allemaal de handen omhoog. Ik kan me voorstellen dat anders ik heb dat gemaakt. Ik heb het niet gemaakt in ieder geval. Is de kunstenaar aanwezig? Heeft hij het gered? Nee. Die zit nog ergens verdwaald onderweg tussen Haarlem en Twente. Straks als... Beeldhouwwerk van een van de... Een bekende Nederlandse beeldhouwer, Erik Klaus. Hij is een gelauwerde kunstenaar. Hij is in zijn hele lange carrière, dus ik vind het ook echt jammer dat hij er niet is, gevraagd prestigieuze opdrachten te doen. En zijn beelden zijn onmisbare elementen geworden van de zichtbare wereld. Zo moet u dat zien. En de titel van dit beeld is De stem die de stilte bewaart. Daar moeten we even...